Dag, we staan hier in het perceel Argea's in Midden-Limburg. En we zijn hier aan het kijken, omdat we de laatste dagen ontzettend veel bladontwikkeling zien. Dit komt doordat we op vele plekken ontzettend veel regen hebben gehad, waardoor het loof zich ontzettend goed ontwikkeld heeft. Het is nu zaak om het spuitschema zo kort mogelijk te houden, omdat we voor Phytophthora ontzettend veel druk verwachten. A, omdat er veel vocht is gevallen. B, omdat er veel groei is geweest. En omdat we toch ook wel redelijke temperaturen houden. Dus het is belangrijk om het spuitschema zo kort mogelijk te houden. En dan met middelen, mancozeb houdende middelen indien die er nog zijn. Of met middelen die inderdaad lokaal systemisch zijn. Waardoor je meegroei krijgt in de plant. En dan kun je denken aan een Infinito, een Zorvec. Dat zijn middelen die op dit moment met een goede inval heel goed inzetbaar zijn om de problemen met de Phytophthora voor te zijn. Links en rechts horen wij dat er al wat blaadjes Phytophthora zijn. Nog niet problematisch, maar het geeft wel aan dat we kort op ons schema moeten zitten en er alles aan doen om zoveel mogelijk Phytophthora nu te bestrijden. Althans, preventief te bestrijden. Is het zo dat we dadelijk toch in de problemen komen dat we meer Phytophthora druk gaan krijgen, dan zullen we naar middelen moeten overstappen die echt curatief gaan werken. Alleen dan denk ik dat het een goede zaak is om extra met uw adviseur te overleggen van oké, wat kunnen we voor strategie dan volgen.